lieve sportvrienden en lieve Sharon. Wat ongelooflijk jammer dat ik er vandaag niet bij kan zijn. Ik vind het zo jammer. Want ik heb dit boek gelezen en ik moet je echt zeggen, kippenvel. Wat moet dit een inspiratie zijn voor heel veel mensen. En ja, ik kan helaas door verplichtingen er niet bij zijn. En dat betekent dus dat ik ja, alleen maar deze videoboodschap kan doen om je te vertellen wat een eer het is om niet alleen zo'n boek van jou te mogen hebben, maar ook om daarmee die inspiratie te hebben en groot respect uit te spreken voor datgene wat jij hebt gedaan. Ik ben gefascineerd door jouw hele levensloop en door de wijze waarop je iedere keer weer bij een tegenslag terugsloeg. Ik vind dat zo knap. En ik vind het zo inspirerend dat ik hoop dat je nog heel erg lang voor onze sport en voor de sportwereld, maar ook voor de rest van de samenleving, bewaard blijft. Erika, bedankt voor deze mooie woorden. Ik hoop van harte dat alle mensen die mijn boek hebben gelezen of het nog gaan lezen, er ongelooflijk veel inspiratie uit kunnen halen. En dat jullie ook beseffen, dromen kunnen werkelijkheid worden. Ik zat ooit in een heel diep dal. Mijn droom is eigenlijk al een beetje uitgekomen toen ik in Sydney op het podium stond. Ik wil nog één keer voor het hoogst haalbare gaan in Peking. En mijn wens is dan ook dat iedereen die nu in een diep dal zit en het even gewoon niet meer ziet zitten, er komt altijd een betere tijd en blijf ervoor gaan. Later is nu, stel niets uit en jaag je dromen na. En Jan Rijpstra, compliment daarvoor. Het is een prachtige pen die je hebt, maar je hebt ook al je betrokkenheid ingelegd en je emoties. En daar gaat het toch ook om. Daar gaat het om in de sport. Daar gaat het om in de hele samenleving. En ja, sommige mensen hebben een zetje nodig. Een boodschap van een sterke vrouw. Dat staat in dit boek. Groot compliment daarvoor. Hele fijne kerstdagen, maar vooral een gelukkig en een gezond 2008. Proost!